I shake my arm, diggity, diggity. 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 I shake my hands, 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 diggity, diggity. Oké. Als je dit liedje al kent en alleen wil oefenen, speel je hem gewoon een paar keer terug en kun je met me meedoen. Wil je nog even de uitleg? Blijf dan vooral kijken. Dit liedje, diggidi diggidi, bestaat uit twee akkoorden en we moeten dus steeds wisselen. We hebben het F-akkoord en we hebben het C7-akkoord. Het F-akkoord, als je daar uitleg over wilt, dan kun je beter het hele filmpje over het F-akkoord kijken. Even snel. Je wijsvinger zet je op de 1 naar onderste snaar in het eerste vakje. En je middelvinger op de bovenste snaar in je tweede vakje. Heb je de D-mineur nog in je hoofd zitten? Dus eigenlijk een D-mineur zonder je ringvinger. Hoe vind je nou de begintoon omdat je eigenlijk zonder de ukulele begint? Dat doe je door de C-snaar. Dat is de 1 naar bovenste even. Ai, dat is je begintoon. En eigenlijk doen we het ritme van de melodie, het diggidi, diggidi, dus down, up, down, down, up, down. Dat is wat we meespelen. Ik doe hem wat langzamer. I shake my arm, diggidi, diggidi, I shake my arm. Nu moeten we wisselen de tweede keer. Nou, je middelvinger laat je los en dan hou je dus eigenlijk je wijsvinger over. En die slaat je 1 snaar zakken. We kennen al de C. Derde vakje. En dit is C7. Je kunt bij een C7 ook een C spelen. Maar een C7 is eigenlijk heel makkelijk. En zit eigenlijk dicht bij die wijsvinger in de buurt. Dus ik zou gewoon C7 spelen. Onderste vakje. Bovenste vakje. Onderste snaar. Dat is je C7. Die wil ergens naartoe. Waar wil die naartoe? Weer terug naar de F. Het liedje is dus eerst F. De tweede keer C7. Maar je blijft hangen op de C7 nog één keer. En gaat dan pas terug naar huis, naar de F. Ik zeg terug naar huis. Hoe komt dat? We zitten in de toonladder van F. F, G. We beginnen overnieuw. A, B, C. F en C hebben dus een 1-5 verbinding. En bij liedjes met maar 2 akkoorden zul je dat heel vaak tegenkomen. Dat het de eerste akkoord is van de toonladder en de 5e. Als ik C heb, C, D, E, F, G, dan zou het liedje dus inderdaad met een C en een G worden gespeeld. Maar wij hebben dus F en C7. Genoeg uitleg, we gaan meteen lekker spelen. I shake my arm, diggidi, diggidi. Heb je de F? We doen hem nog eventjes proberen. I shake my arm, diggidi, diggidi. En speel lekker relaxed uit je pols, up and down, up and down. De tweede is I shake my arm, diggidi, diggidi. Niet verhuizen, hou hem erop. I shake my arm. Maar nou gaan we terug. I shake my arm. Ik zal hem nu met de akkoordnamen doen. Speel maar mee. I shake my F, 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 F. I shake my C7. I shake my C7. I shake my F.